Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. De weekvlog na mijn birthday. Ja, mega friend. Niet normaal. Superleuk. Check de weekvlog, die staat online. Ik ga nu editen. Oh, mijn laptop ligt hier nog niet. Want ik moet heel veel editen, ik moet heel veel doen. Dus ja, dat is goed. Goedemorgen allemaal. Ik ga zo meteen lekker sporten en dit doe ik nu al een tijdje. Ik kreeg ook echt vaak comments van wow, ik zie echt dat je sport, dat je wat gespierder bent. Ik zelf zie het gewoon niet. En soms kun je ook gewoon wat motivatie gebruiken, maar bij jezelf is het sowieso lastig om te zien. Maar soms een beetje nieuwe frisse motivatie kan bij mij geen kwaad. Ja, en hoe kan dat beter met een nieuw sportsetje? Ik weet niet, als ik nieuwe fijne sportsetjes heb, dan heb ik echt weer helemaal motivatie. Dan voel ik me weer helemaal de shit. Denk ik weer van, oh yes, here we go. Helemaal zin om die setjes aan te trekken naar de gym te gaan. Laat ik weer heel veel leuke setjes hebben gekregen van Stronger. Ik heb niet normaal veel setjes. Ik denk dat 90% van mijn gym sets van Stronger zijn. En ja, ik ben gewoon een groot fan. Ik lijk wel hoofdsponsor van Stronger in de gym. Want ik heb bijna alleen maar Stronger aan. Dus ja, ik ben zo blij dat ik weer een nieuwe samenwerking heb. En weer setjes mocht uitkiezen. Ze staan gewoon bekend om goede kwaliteit. Goede setjes. Fijn zittend. Goede maten. Ja, en ze zijn gewoon echt voor de power of the woman. Dus I love it. Stronger is een Zweeds merk. En ja, het verstuurt over heel de wereld. Dus dat is echt mega fijn. Waar je ook dus zit in de wereld. Ik kijk dit. Je kan het bestellen. Ik ga proberen om zo meteen ook in de gym te filmen. Maar ik vind het nogal awkward. Dus ik moet even kijken hoe druk het is. En in welke hoek. Laten we gewoon beginnen. Ik heb trouwens ook een kortingscode. Dat is natuurlijk super fijn. Kortingscode is SARAV20. En daarbij krijg je dus 20% korting. En het is geldig voor 2 weken. Dus dat is ook heel fijn. En ja, laten we gewoon maar snel de setjes gaan unboxen. Oké, ik heb 4 hele leuke setjes. Ik heb ze een beetje in wat natuurlijke kleuren. Ja, ik heb gewoon alles in M. Dus dat is gewoon lekker makkelijk. Oké, ik begin met het eerste setje. En deze sprong er voor mij echt meteen uit. Geweldig. Ja, dit is gewoon echt mijn lievelingslegging van Stronger. Ik heb deze, niet deze, maar zo'n soort gelijke stof. En het zit gewoon super fijn om je middel. Het zit gewoon heel lekker. Aan de achterkant heeft hij nog een mooi detail voor je butt. En ja, kijk hoe gaaf dit is. Het is gewoon een zwarte legging met wit. En er staan witte letters op. Ook heeft het aan de achterkant een vakje. Waar je dus je sportpasje of je telefoon of whatever iets in kan doen. Dus dat is altijd heel handig. En daarbij deze top. Deze vind ik echt heel gaaf. Dit is dus een sport BH. Heerlijk in de zomer nu weer warm wordt. Want ik stond gisteren in de sportschool. Het was zo heet. En ik had lange mouwen aan. Ik dacht, oh my god, dat doe ik mezelf aan. Dus ik ga zo meteen lekker een kort topje aan doen. En van achter dus zo. Heel gaaf. Beetje doorzichtig. Hij is aan. Ja, ik weet niet. De maten zijn gewoon perfect. Kijk. Het. En het ziet er helemaal goed uit. Ik vind die letters aan de zijkant echt heel nice. En de achterkant van deze top is gewoon echt, ja, een super chill. Komt er mooi uit. Hele fijne zachte stoffen. Het voelt gewoon echt bijna alsof je niks aan hebt. Dat vind ik echt hoort bij sportsetjes. Dus de volgende set vond ik vooral echt bizar mooi om de kleur. Kijk hoe een mooie kleur dit is. Echt, I'm in love. Het is wel hetzelfde soort legging weer. Ik heb eigenlijk volgens mij alleen maar dit soort leggings. Want dit draag ik gewoon het liefst. Het zit gewoon echt heel mooi. Je gaat het zo zien. Een soort licht beige kleurtje. Ik heb ook echt nog niet zo'n kleur. Ik zie het ook weinig. En daarbij gewoon zo'n lekker kort topje. Die vind ik ook altijd helemaal chill. Nou, deze kleur vind ik echt geweldig. Ik vind het zo leuk. Ik heb dit ook gewoon nog helemaal niet. Het zit heel mooi. Leuk even een wat grotere top, zeg maar. Nou, ik kan hier in ieder geval heel fijn in bewegen. Ja, het zit echt helemaal super. Echt love it. Oké, de volgende vind ik ook echt. En dan vooral om de top. Daar ga ik gewoon mee beginnen. Dat is deze. Kijk hoe leuk. Ik vind dit zo leuk. Je hebt hier dus een ritsje. Kan je opengooien. Ga ik niet doen. Maar wel heel lekker. Mega chill zit. Lekker stevig. En daarbij gewoon een zwarte simpele legging. En hij heeft een beetje een leuk stofje. Het voelt allemaal zo lekker als zo lekkere stof.
En het schijnt ook echt niet door. Het is zo squat-proof. Ik kan het tellen. Vertel uit ervaring. En dan dus een achterkant hier nog stronger. Dus gewoon heel simpel. Maar ja, kan je niet missen in je kledingkast. Ik vind het top. Ja, I love it. Die top is echt niet normaal leuk. Ik vind het zo leuk. En dan van achter ziet het er zo uit. Echt, zoals je ziet is het gewoon zo lekker mooi aangesloten. Hoe die leggings zitten. Ja, dit vind ik gewoon zo chill. Hiermee sta ik gewoon echt chill in de sportschool. En voel ik me gewoon echt comfortabel om lekker te gymmen ofzo. Ik weet het, zit gewoon lekker. Ja, dit vind ik, hier ben ik echt heel erg blij mee. Super leuk. Dan heb ik nu nog een heel leuk kleurtje. Dit is ook een beetje een natuurlijk kleurtje. Leuke kleuren allemaal. Echt love it. Een olijfgroen. Super mooi. Heb ik ook echt nog nooit gezien. Deze is gewoon heel mooi. Heeft ook mooie naden met die kleur. Echt alles zit in tot het detail gewoon. Dus een hele fijne top alweer. Lekker voor de zomer. Lekkere zomersets. Ja, weer dezelfde soort legging. Ik heb nog nooit zo'n fijne legging gehad. Gewoon echt niet omdat het sponsor is. Al kijk je mijn vlogs terug. Als ik ga sporten, ik heb alleen maar deze soort leggings aan. Ik vind het gewoon zo mooi en lekker zitten. Kijk hier ook weer leuk in die kleuren. Een zwarte top met een groene legging. Ook heel erg leuk. Dus je kan het ook gewoon lekker mixen en matchen. De laatste set. Deze kleur ook echt heel gaaf. Ja, zit gewoon weer echt top. Ik kan er eigenlijk niet zoveel meer over zeggen. Zit gewoon echt heel mooi allemaal. Super mooi aangesloten overal. Fijne sport BH. Ik denk dat ik deze gewoon aanhoud en hier gewoon lekker in ga sporten. Ja, why not? Ja, kijk hoe leuk dit is ook is om te mixen en matchen. Ik vind dat echt super leuk. Dus ja, die kleuren staan ook allemaal heel mooi op elkaar. En dan heb ik nog een sporttas. Ik heb namelijk gewoon geen sporttas. Ik heb nu gewoon echt zo'n canvas tasje. Ik heb echt een mega leuke kleur. Dit vind ik echt amazing. Lekker mijn bidon, mijn handdoekje, sportpasje. Gewoon alle hoodies die ik nodig heb voor het sporten. Kan ik gewoon hier lekker in doen. Dan kan ik gewoon deze tas pakken en lekker naar de gym. Dus dat vind ik echt super chill. Mega ruim. Het is ook echt een handige tas om gewoon mee te nemen als je een sportactiviteit hebt. Want het is echt een fijne stof. Valt ook helemaal chill. Oké, ik ga nu lekker sporten. Ik ga dit outfitje aandoen. Ik ga dit outfitje aandoen met deze. En een super coole rug. En ik neem natuurlijk mijn nieuwe tasje mee. Ik ben met Annie Winnie. En we gaan sporten. Helemaal into the sport vibes. Het is 5:30. Heb je al gegeten? Nee, wel gekookt. Ja, vond ik chill. Ja, heel chill. We gaan ook lekker Hello Fresh eten. Lekker. Lekker op de maandag, lekker gezond. Ja. Beginnen, heerlijk. Oh, het is echt heel goor. Goor? Ja, goor. Ja, jongen, ik weet dus gewoon echt niet of deze microfoon helpt. Het is zo fucking irritant. Het verschil was toch beter? Ja? Ja. Ja, ik weet het dus niet. Oh, nou, ik zie het wel. Jullie moeten het uittesten. Nou, de girls hebben lekker gesport. Hebben jullie ook lekker gesport? Ja. Yay! Yeah. Nou, het is mijn laatste. Spreken jullie? Doei! Doeg. Doei! Het is nu 6:00. Ga ik naar huis? 6. Oh, het is 7:00 al. Lekker eten. Ja! Yeah. Hoe chill? Het is 7:00 en het is nog zo licht. Ja, dat is echt moker. Tot 8 of zo. Ja, dat is echt moker. Doei, min. Doei! Het is inmiddels al 9:30 en ik heb lekker geëdit. Maar net ging de deurbel en kwam er een mega groot pakket binnen van de Senio. Heel lang geleden heb ik hier wel samen mee samengewerkt. Maar nu hebben we dus... En we gaan het aan deze muur ophangen. Maar het is nu een beetje donker, dus ik ga het morgen aan jullie laten zien. Met een mooie zon en het licht. Maar ik denk dat het echt super gaaf gaat worden. Oké, we hebben hier alle lijsten. En we hebben nog één hele grote. We hadden niet verwacht dat hij zo groot zou zijn. Dus we gaan even kijken hoe het leuk gaat passen op de muur. Ja, we hebben echt hele mooie eikenlijsten. Eikenhout. Eikenhout, ja. Ja, mooi. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Om even terug te komen op de decennio-lijsten. We gaan nu even laten zien hoe je moet inlijsten. We hebben de rest al gedaan. Die hebben we hier staan. Kijk hoe pretty... Het staat echt wel bij elkaar. Het gaat niet hier. We hebben hier nog een hele grote. Maar het gaat dus daar op de muur. Maar daar moeten we even onze vader voor hebben. Die gaat het allemaal ophangen. Oké, dit is de lijst.
En dit is de poster die we hebben ontvangen. Dat krijg je niet bij elkaar, of dat zit niet al bij elkaar verpakt. Dus we gaan hem eerst even van de verpakking losmaken. En je kan ook zelf een lijst kiezen. Ja, je kan zelf een lijst kiezen. Je kan zelf de prints kiezen. Dus daarom zit het niet bij elkaar al. En op de site kun je zelfs ook nog een hele compositie samenstellen voor op de muur. Dus dan zie je al een beetje hoe het eruit gaat zien. Nou, dan gaan we deze losmaken. Losmaken, zo. Kijk, hier staat please remove protection film voor het plexiglas, want het is geen echt glas. Zo, die gaat eraf. Ja, daar komt hij al. Die gaat in de lijst. De print erop. Zelf doe ik deze nog even aan de achterkant. Zo. De beschermplaat erop. En deze gaan met klemmetjes vast in de lijst. En nou, voilà, daar is hij. Helemaal mooi. Zo snel gaat het. Echt heel leuk. Ik vind het echt heel mooi bij elkaar. We hebben dus met een beetje neutrale tint en dan wat goud tussendoor en wat zwart. Ja, het staat echt super. Ik denk dat het ook heel mooi wordt op de muur. Oké, yay! De decennial posters hangen eindelijk. Thanks to my dad. Ja, echt een mannenklusje. Oh my god, oh my god, I'm obsessed. Nou, dit zijn uiteindelijk de lijsten. Ze zijn van echt eikenhout. Super pretty. Met hele mooie prints met zwart en gouden details. Het is super moeilijk om te filmen, want je ziet nogal een weerkaatsing. En vanochtend was het nog erger door de zon. Dit is echt mijn favoriet. Oh my god, hoe mooi. Ik vind het zo mooi op de muur staan. Het is gewoon echt een kloppend plaatje, ook als je het gewoon zo ziet. Het past helemaal bij de woonkamer. Kijk, het past gewoon helemaal in de stijl. Het ziet er echt gewoon uit alsof het ervoor is gemaakt. Het geeft echt een mooie toevoeging aan de woonkamer, dus ik ben er echt super blij mee. Dus ja, ik ben echt helemaal happy. Verder hebben we ook nog een hele grote lijst. Die hebben we voor op deze kast. Deze kast hebben we ook nieuw. En het was zo leeg hierboven. Het was echt één zo'n grote muur met niks. Heel lekker rustige print hebben we weer in. Dat past veel beter bij deze muur en bij de hoek. Anders werd het weer veel te druk. Je kan de lijst dus gewoon ophangen of gewoon neerzetten. Het is allebei heel erg mooi. Maar op zo'n kast vind ik dit echt amaze. Love it. Ik ben helemaal gek van de Decennial. Ze hebben zoveel leuke dingen. We hebben dit helemaal zelf samengesteld. En dan kan je gewoon op de website zelf zien hoe het bij elkaar staat. Ze maken echt een soort voorbeeldje. Dus dat is echt super handig. Er is nu een mega mid-season sale aan de gang bij de CDO. En je kan extra 10% korting krijgen met mijn kortingscode SARAV10. Er staat een linkje in de beschrijving. Als je erop klikt, dan past de code automatisch toe. Dus dat is helemaal fijn. Shop lekker tijdens mid-season sale. Jouw favoriete. Het is alleen niet op gepersonaliseerde posters. Goed even om te weten. Maar verder op alle posters. Dus ja. I needed this in my life. And now I got it. I got it. Oké, ik heb net lekker even twee samenwerkingen gefilmd. Bjorn Borg. Ik heb net lekker lounge gefilmd en ik ga nu snel alles importeren op mijn laptop en omkleden en dan ga ik naar Amsterdam, want ik ga gezellig lunchen met Oshi. Oké, ik heb er toch voor gekozen om het uiteindelijk dit aan te doen, omdat ik dan echt, ja, gewoon echt een outfitje heb en die blouse was misschien toch net koud. Ik heb gewoon een broekje eronder, dus stel er gebeurt iets raars. Nou, je ziet gewoon een broekje. Deze leuke schoenen van Shein. Nuno bag die ik heb gekregen van birthday. Dus ja, ik ga gewoon lekker zo. Ik twijfel alleen of ik hierover een jas aan moet doen. Oké, ik ga even verder vloggen met mijn andere camera, want het past niet in het tasje. Dus als je verschil ziet in kwaliteit, geluid. Nou, ik ben lekker op het terras met de girl. Met Oshi. Jullie kennen haar misschien van stage tijd nog. Ja, van stage. Ja. En ik heb een mega brood. En ik ben heel benieuwd hoe je dit gaat eten. Echt zo, ja, hoe ga je dit eten? Dat is altijd de vraag. Maar wel lekker broodje pittige kip. Je hebt lekker echt heel lekker. Heerlijk. Lekker aprol. Ja, mijn is al op. Nou, zo hoort het. Heerlijk de peerlijk. Het is inmiddels 5:30. Ik ben naar de tandarts geweest.
Helemaal top. Ik heb het wel gelukt met tandarts, gelukkig. Ik ben er bij de sportschool. Lekker sporten. Ik zou eigenlijk met Annelien gaan, maar die kon er niet meer rond de tijd zitten. Die zijn vanmiddag gegaan en ik was ook aan het lunchen. Dus nu ga ik lekker mijn eentje. Vandaag is het bovenlichaam, armen, rug, buik. Dus let's go for it. Een hele goede morgen allemaal. Zo. Het is ochtend, het is woensdagochtend. I got my coffee. Oh, ik zie dat de batterij van deze camera bijna op is. Nou, ik moet toch wisselen met die andere camera. Ik ben benieuwd hoe groot het verschil nou is. Want misschien wil ik deze camera dus opnieuw kopen. Want dit is een kutkamer, maar dan een andere versie. Die andere camera is wel goed voor extra video's, maar niet voor vloggen. Hij is veel te groot. Het past nergens in. Oké, het is inmiddels bijna 1 uur. Ik ben nog steeds aan het editen. En ik eet lekker een crackertje met kipsalade. Ik ga zo meteen deze camera's even inruilen. Vanavond ga ik iets heel leuks doen. Ik ga namelijk naar privé spa. Heb je dat al gezegd? Met Stan. Dat zou hij nog voor zijn verjaardag krijgen. Dat was eerst verplaatst door Windstorm. Toen verplaatst omdat ik ziek was. Dus ja, gewoon wat lekker doen. Helemaal zin in. Ik heb me inmiddels trouwens omgekleed. En ik geef je laten zien wat ik aan heb. Het is iets wat ik eigenlijk niet vaak aan heb. Maar eigenlijk wel ook wel soort leuk vind. Dus ja. Het is een hele lange jurk. Met mijn docks. Dus ja, het is iets wat ik niet vaak aan heb. Maar op zich wel leuk vind. En dan een giletje erover. Allebei van Shein. What a meme. Ik heb dus weer make-up op en geen foundation. Because the sun is shiny and we don't need that. Nu even boodschappen doen en zo. Het is inmiddels al een tijdje verder en ik kwam Anne en Nina tegen. Super gezellig. Ik heb alsnog wat boodschappen gehaald. Ik heb nog een klein cadeautje gehaald voor Bo. Ik ga namelijk zondag met haar lunchen en borrelen en eten. Bedoel ik borrelen en eten. Een superleuk restaurant. Brasserie de Haven heet het. Zit in Alsmeer. Voor de verjaardag nog. Dus dat is heel gezellig. Want ik was op wintersport. Dus dat moeten we even inhalen. Ja, ik ben nu eigenlijk vooral bezig met editen. Worky, worky. Dus hier. Ik ga een lekker courgette soepje maken. En ja, ik gebruik ervoor courgette, knoflook, ui, aardappel. Ik was even de naam kwijt. Aardappel. Ga ik eerst even een stukje snijden. Beetje olie, knoflook, ui, chili vlokken. Makes everything better. En dit even aan fruiten. Dan doe je je courgette erbij en een roerbakje dat. Oeh, dat is lekker. Dan doe je de aardappel met een liter water erbij. Ik ga altijd nog meer water toevoegen als het te dik wordt hoor. Oké, het heeft nu 10 minuten gekookt. En nu ga je er doorheen met de straatmixer. Dit is altijd een klus, dus wees voorzichtig. Want het kan overal iets spetteren. Ik heb er een heel klein beetje crème fraîche nog bij gedaan en wat kaas en pesto. En dat is hem dan. Helemaal ready to eat. Ik heb er lekker broodjes bij gemaakt die in de oven gaan. Pesto, normale kaas, parmezaanse kaas en tomaatjes. Yum, Stan komt ook eten, zijn we lekker veel. Gaan we dit lekker eten met mijn ouders ook. Yummy! Nou jongens, we zijn aangekomen in de spa en het is echt niet normaal mooi. Je hebt hier de ingang. Het is het thema Bali en daar is het ook helemaal op ingericht. We hebben hier een mooi romantisch arrangement. Mega tv en alles ziet er gewoon echt super mooi uit. Lekker chocolaatjes. Jacuzzi midden in de kamer. Met uitzicht op de tv, lekkere sauna, de regendouche, stoomcabine. Nou, het is echt net alsof je in Bali bent. Wij gaan hier lekker 2,5 uurtjes genieten. Thank you.
allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik heb hem klaargemaakt. Ik heb het superleuke topje van Chiquelle aan. Met daaronder deze leren broek. En leuke schoenen. En ik ga nu naar de Mediamarkt, want ik wil eigenlijk een nieuwe vlogcamera kopen. Want dit is een hele dikke, grote vlogcamera. En ik wil gewoon even wat kleine, compactere. Ik snap niet, want hij zegt dat de batterij op is, maar goed. En daarna ga ik naar de zonnebank. Dus helemaal chill. Nou, yes! Ik heb een nieuwe vlogcamera, jongens. Het is waarschijnlijk wel iets minder als deze camera. Alleen deze camera is gewoon zo onhandig. Ik merk dat ik hem gewoon minder vaak pak. Omdat het gewoon zo'n grote blok is. Met uit te gaan met vakanties. Het is gewoon niet handig. Dus dit is gewoon een topcamera om extra video's mee te filmen. Maar het is gewoon echt geen chille camera voor vloggen. Dus het is gewoon een te groot ding. Een grote lens. Dus ik ben heel blij dat ik gewoon weer mijn oude vertrouwde cameraatje heb. De welbekende vlogcamera. Dus hij is gewoon al zo hartstikke goed. Alright, dit is mijn nieuwe camera. Ik ben benieuwd naar het verschil. Ik hoop dat het niet te groot is. Ik heb gewoon een nieuwe vlogcamera. Dit is de welbekende vlogcamera. Gewoon de Canon LaserShot G7X Mark II heb ik. En ik heb dit dus gewoon echt puur gedaan. Omdat die andere camera gewoon zo groot is. Wacht, heb ik hem hier liggen? Nee. Ik zal het zo even laten vergelijken. Maar het is gewoon te groot. Dat je gewoon... Je kan gewoon niet meenemen in een tasje. Het is niet handig op vakanties. Dus ja, het is gewoon niet handig. Ik moet gewoon een beetje wennen aan deze vlogcamera. Hij stelt wel snel scherp en zo. Goed licht. Dus ja. Dit is gewoon waar bijna elke vlogger mee vlogt. Dus het zou wel gewoon goed zijn. Ik heb deze ook heel lang gehad. En nooit problemen mee gehad. Dus helemaal top. Ik ben trouwens lekker onder de zonnebank geweest. Ik heb ook zo'n crème gekocht. Waardoor het dus bruiner wordt. Hopelijk is beter. En ik heb de laatste tijd dus een verslaving aan Babybel. Ik zit hier net tegen het licht in. Dus dat is een beetje ruk. Ik vind Babybel gewoon zo lekker. Vroeger haat ik het. Toen zag ik het bij een vriendin liggen. Babybel was volgens mij bij Anne. Toen dacht ik, oh ja, Babybel is wel niet op. En toen probeerde ik het. En het vond ik het fucking lekker. Gewoon een lekkere zachte kaas. Gewoon, let me know of jullie dit lekker vinden of het echt fucking vies vinden. Het is zo lekker. Oh, kreeg ik net een pakketje door de post. En volgens mij is het een fles champagne. Oh, ik zit wel heel laag. Dus ik zeg maar let me over niet. Laten Stan en ik opeens vet in een champagnefase zitten. Ik weet wat het is. Soms heb ik het rode wijn, soms het witte wijn, soms met gin tonic. Nu zit het helemaal into de champagne. Gewoon als we zin hebben in drank, hebben we gewoon zin in champagne en trekken we een fles champagne open. Gisteren nog gedaan. Nou, hè, living my best life. En dit is de champagne. Wow, fancy. Heel fancy, leuk met dat goud. Love it. Dus ja, add it to the collection. Want ik heb ook super veel champagne gekregen voor mijn verjaardag. Dus dat is altijd leuk. Nou, helemaal top. Helemaal lekker en leuk. En nu weer verder met de ads. Zo, de meid gaat weer lekker sporten. En ik word opgehaald, wat een service, door mevrouw Sasse. En dan denk je, wie is het, Ann of is het Nien? Het is Ann. Hey. Ik zei, ik word opgehaald door mevrouw Sasse. Dan vraag je je af, ja, wie is het dan? Welke van oh, ja, nu ben ik alweer de helft vergeten. Wat dan? Je kleding en... Hey, Nussie. Sorry. Wacht, ik ren even naar binnen, ja? Ja, neem dan deze meteen mee. Wat is dat? Zo, kijk mijn nieuwe vlog. Zo mooi. Het is even gewoon zo'n lekker compact ding. Ja, dit is ja. Veel chiller. Ja, want die andere die durf ik ook niet in zo'n tas te stoppen. Want die lens is open. Nu ga je wel even smijten. Ja. Nu ga je, maar nu ga je wel sneller vloggen. Ja, maar dat bedoel ik. Ik pak met uitgaan niet dat bakbeest. Ja, want het zit helemaal verfrommeld ergens in mijn tasje onderaan. Better. Kijk, helemaal fancy. Zo. Maar dit is chill? Wacht. Nee. Ze ging met haar bek in het grind. Wat een wijf. Mooi joh. Ik zit lekker te lullen. Oh, nu neem ik niet meer. Oh mijn god, wat top. Chill hè? Heel chill. Nou, wij gaan lekker sporten. Zo, de meiden hebben lekker gesport. Heerly, weerly. Morgenochtend gaan we weer. Ja, toch? Ja. Klinkt heel dichtbij. We zijn helemaal into the... Ja, maar morgen is dan weer een hele andere dag.
daardoor kan je ze vaak kort in de week. Klopt. Je doet elke keer iets anders. Zo, we zijn blackie-wacky-wacky. Zo, we zijn black on black. Black on track. Ja, ik zie eruit als een zwerrie. But I don't give a fuck. En het is zo grappig, want altijd valt het op zijn plaats. Ik heb de afgelopen dagen alleen maar vreetaanvallen. Honger, ik eet. Het stilt mijn honger niet. Dan denk ik, hoe komt dat nou? Maar sinds wanneer ik zo te snoepen, weet je wel, normaal heb ik dat helemaal niet. En dan ben ik ongesteld, denk ik, ja, zie je wel. Sago for no reason. Maar er zit echt een stok in de knot, want ik heb het even in een masker gedaan. And it's time to snack. Ik ga even lekker babybel. Babybels, love it. Snacken. Ik denk ook even wat chippies. En de Bachelor kijken, jongens. Oh my god, I'm so fan. Ik heb nog nooit Bachelor of iets gekeken. En ik kijk het nu. Helemaal leuk. Dus wat een geweldige perfecte avond. Lekker snacken. En Bachelor kijken, nou, kan niet beter. Red wine en Gossip Girl. Cheers to that. Goedemorgen allemaal. Het is alweer vrijdag. Ik ga lekker sporten. Gelukkig ben ik wat bruiner door de zonnebank. Yay. Ik ga nu lekker sporten met Ann. En vandaag ga ik aan school zitten. En vanmiddag ga ik borrelen en dineren en terrassen met de girls in de zon. En ik ga weer een keer met mijn scooter pakken. Ik heb gisteren mijn scooter schoongemaakt. Hem aangekregen, want hij ging niet meer aan. Want hij had echt een half jaar stilgestaan in de kou. Maar mijn vader. Vader die lost altijd alles op. Echt love my dad. Oké, maar ik ga even sporten. Dus ik word zo opgehaald. Oké, ik ben in de sportschool. Ik heb even mijn telefoon. Want ik ben mijn camera vergeten. Lekker aan het sporten in de set. Anne is lekker bezig. Nou, we hebben weer heerlijk gesport. Ik heb nog wat gefilmd met mijn telefoon. Camera vergeten. Heerlijk sporten, meid. Ja, echt lekker, hè? Lekker. Het is nu ook nog maar 11 uur, dus heb je nog lekker heel je dag. Dus ik ben helemaal blij met mijn nieuwe barra. Wat ik wou zeggen? Dus, zin in vanmiddag. Zo, ik ook. We hebben het ook verdiend nu, hè? Ja. Ik heb lekker gedoucht. Lekker truitje aan. Haartjes gewassen. Ik voel me weer helemaal tip top. En ik heb niet normaal veel honger. Ik heb natuurlijk gesport. En ik heb pas dit gehaald. Het is om 11:45. Ik heb nog niks gegeten. Dit. En ik zie dit zo vaak op TikTok. Ik moet het ook maken. Hot chicken, carbonara, flavor ramen. Panitis. Dus ik ga dit maken. Oh my god. Hoe lekker ziet dit eruit. Ik zie het zoveel op TikTok en ik crave ernaar. Dat is niet normaal. Oké, het is volgens mij best wel pittig. Maar ik kan wel tegen pittig. Oké. Oh my god. Oh my god. Fucking pittig, maar fucking lekker. Oké, dus als je niet tegen pittigheid kan, moet je een heel klein beetje van het zakje doen. Maar ik kan het wel hebben. Oh my god. Nee, ik had wel iets minder pittigheid moeten doen. Niet normaal lekker. Oeh. Het is wel echt niet normaal lekker.
Ik ga het lekker opeten en Gossip Girl kijken. Nou, de meiden zitten lekker op het terras. In de zon. Met een rosé. Maar het lijkt op witte wijn. Dus dat is het heel lekker. En we hebben lekker... Vreten. We hebben garnalenkroket, bitterballen en... Hoe heet het nou? Mandje crisper. En we zijn lekker op de scooter gegaan. Kus, je had even moeten vloggen op de scoot. Ik dacht straks. We gaan straks weer op de scoot. Gewoon even een rondje rijden. Kijk om even. Die hadden dat toen door. En die vriendin, weet je naam niet. Toen met oud en nieuw. Ik heb al skivakantieplannen gemaakt met je ouders. Mijn ouders? Ja. Skivakantie met mijn ouders? Dat is een goede grap. Met jouw ouders? Families. Met jouw ouders, met jouw ouders. Vader. Toen? Ja, toen op de verjaardag van Nien. Hier, kijk. Ja, dan zit Michel erbij en dan gaan ze opeens praten. Oh. Michel, kom maar al weg. Oké, we hebben lekker eten met de girls. We zijn naar binnen verhuisd, want wij houden van binnen. Het is koud. Wat hebben we? Leg even uit. Een zon. Wat is dit? Wat is dit? Dat zijn de gamba's. Oh, dit zijn de gamba's. Het is carpaccio. We hebben carpaccio en zon met... Hollandaise saus. We hebben nog meer. En frietjes. Oh, de salade. Wij zeggen dit zijn de gamba's. Maar dit zijn de gamba's, jongens. Super lekker. Nou, wat een feestmaal. Heb je ook nog vork en mes? Merkenvos. Merkenvos. Zijn we nog feesten? We vloggen, Anne. Hey! Welkom in de vlog. Dat stinkt niet, hoor. Ik ben nu met Maartje en Isabel. Ik ruik nog mijn kots, maar verder ruik ik niet mijn kots, toch? Zeg zo hé. Ruik je mijn kots? Joejoe. Oké, doei. Hier, Sja, je vlog. Nee, maar... Hey! Hey! Ik zou jullie even... Ik moet hierin kijken. Zij heeft het gebakkeitje. En ik heb het wedstrijdje gewonnen. Ja, prima. Ik heb weer een kool. Hey, Sam. Blijf leuk. Jongens, volg, abonneer, Sjaar. Ik wil even zeggen dat Sarah best wel normaal is, want iedereen dacht, lieverd, ik ben vlogger puur Sam. Sorry. Iedereen zei, Sarah, jij gaat ervoor zorgen dat wij binnenkomen. Maar we kunnen gewoon wachten in de rij, want we blijven gewoon normaal. We blijven normaal met z'n allen. Ik zie ook uit de spook. Kijk dit al. Ik geef gewoon nog meer. Ik geef gewoon licht hier. Lieverd. Ik heb geen wenkbrauwen. Waar staan mijn wenkbrauwen? Ik ben de definitie van licht. Ik geef nog meer licht dan jij licht. Ik geef jou licht. Nee, maar kom mij ernaast dan. Hey. Voor, wij lopen voor. Dames en heren. Appels en peren. Appels en peren. Ik ben de Bob vanavond, jongens. Dus, ik heb het allemaal dronken mensen. En niet, ja, ik heb ook een schorre stem. Maar dat komt omdat ik altijd zo hard moet praten. Dat mensen verstaan me al. Nou. Zullen we even de echte Sarah laten zien? Dit is Sarah in het echt. Echt. Hè? Sarah, doe eens leuk lopie. Ja, want ik ga gewoon... Zij gaat morgen weer terugkijken en denkt, heb ik het gedaan? Zijn we morgen kotsen? Ik ben morgen zo topfit. Heerly. Wij zijn nu aan het lopen naar de auto. En wij zijn echt goede springers. Morgen naar de sportschool. 11 uur. S'ochtends? Ja. 10 uur liever. Dat is 11. Ik ga 11 uur naar de sportschool. Goedemorgen allemaal. Het is alweer ochtend. Volgende dag bedoel ik. Ik heb echt een bizarre kater, dat is gewoon echt niet normaal. Dus ik ga even snel doen, want Nina zit voor de deur en ik ga zo allemaal uitleggen. Oké, ik ging even verder uitleggen wat er allemaal aan de hand is. Ik ben een beetje aan het gas, hoor. Anne en ik hebben echt een mega kater, gewoon... niet normaal. Gewoon insane. Anne, het is niet normaal dat zij hier zit. Gewoon, ze hebben nog de hele ochtend gedood. Geklet. Geklet. Pot. En ik weet gewoon, ik ben gewoon naar de borrel van mijn werk gegaan. Nou, van mijn ex-werk. Ik zei altijd, van mijn ex-werk. De hele avond heb iedereen gezegd, met wie ben je dan? Ja, borrel van mijn werk. Hoe werk je dan? Ja, mijn ex-werk. Mijn oude werk gewoon. Van de apotheek. Dat was echt heel leuk. Dat was eerst bij... Ja, was die top. Hier. Hey, ik wil ook drinken even.
En ja, het was fucking gezellig. Maar en toen zijn we nog uit geweest. Nou, ik weet gewoon niet eens dat ik thuis ben gekomen. Maar wisten jullie meiden dat we nog zeiden tegen elkaar, het wordt gewoon even chill. Weet je, morgen nog sporten, we gaan lekker chill drinken. Nou, we zouden nog gaan sporten en we zouden alles gaan doen. Alles, gewoon niks is doorgegaan daarvan. Maar de reden dat we nu helemaal fris en fruitig in de auto zitten is dat er een hele leuke voetbalwedstrijd is. Gast, met de feest. Echt leuk, hè? Niet normaal. Anne de broer gaat draaien. Ja, en het is echt super leuk, want het is gewoon mensen die we allemaal kennen zitten in het team. Super spannend. Ik vind elkaar goed uit te zien. Voor mezelf. Maar eigenlijk komen wij over de derde helft. Ja, we komen gewoon voor de derde helft. Zevenhoven is in principe. Derde helft. Zuipen. Jij ook biertje zuipen. Ga met die banaan. Ja, we gaan wel bierje zuipen, hè? Ja, kijk maar even. Ja, wijn krijg je niet meer naar achter. Nee, wijn ben ik klaar. Zo koppen van die kutwijn. We hebben gewoon eerst een fles de man op. Gewoon in de middenhal. In de middenhal. En toen heb ik nog allemaal Aperol op. Ik weet niet wie dat betaald heeft. Nou, dat heb ik niet. Elke keer gewoon, hey, mag ik Aperol? Mag ik Aperol? En ze hebben ze gewoon ergens opgezet. Ja, ik zweer het. En nu gaan we dus daarheen. Moeten we eerst scooters ophalen. Gaan we dus, ja, dan zetten we jouw auto daar weer neer. Slaat eigenlijk ook weer neer. Nee, het is echt zo verwarrend. Het is echt een kutplanning. Het is echt een klote planning. Het slaat gewoon neer. We hebben echt hele strakke tijdsplanning gemaakt vandaag. En we zijn echt totaal, we zijn totaal niet op tijd. Nee. Want het is nu alweer, nou, het is iets over 2. Oké. Okay. Dus dan zijn we denk iets voor, zo voor is, half 3. Ja. We zijn wel gewoon voor half 3. We rijden er nu al langs, hè? Ja, ja. Maar er zijn nu, zullen er nu al mensen zijn? Wow, mijn nagels pas. Mijn vader is al weg. Ja, mijn vader is er ook al, hoor. Nou, dag. Nou jongens, het is inmiddels alweer avond. De telefoon is uitgevallen. Ik zit lekker leefs te genieten. Voor z'n onze deur. Ik ben aan het wachten. Allemaal. Morgen, het is zondag, het is al middag, bedoel ik. Het is bijna 5 uur of 4 uur. Ik ben helemaal ready. Ik ga lekker uit eten met Isabel en Bo in Afsmeer bij Brasserie Dava. Ik heb gewoon eigenlijk een wit blouse aan en een zwarte pantalon en schoenen. Dus best wel simpel eigenlijk, maar wel gewoon leuk. Dus ik ga nu de girls ophalen en dan gaan we lekker eten. Nou, ik zit lekker met de meiden op het terras. Lekker met dat ding. Ja, echt, hè. Lekker met Bootje. We zijn lekker aan het eten. We hebben zo meteen een lekker rozeetje en happies. Helemaal zin in. Nou, wat een feestmaal, joh. En dit is nog maar het begin. Dit is echt nog maar het borrelhapje. Ja. Maar we hebben nog niks gegeten, zo dat allemaal vandaag. Dus het gaat wel lekker in. Zo, de meiden hebben lekker een eten. Nog meer. Sushi, tonijn, tacos. Ja, oh ja, dat heb ik helemaal niet gefilmd, dat hadden we net. Nee, we hadden net de oesters. En, oesters, ja. Nou, we hebben lekker nog meer eten. De ronde 4 inmiddels. Het is echt wel fucking laat. We hebben weer sushi, lekker cocktails. Hallo allemaal, het is inmiddels alweer de volgende dag. Dus ik ga hierbij, overbelicht, de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een hele leuke vlog vonden. Ik heb een mega leuke week gehad. Dus ik wil eigenlijk heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet mij te supporten. Abonneer op je girl. Favoriet er op Instagram. Volg me op Instagram, maar dat doe je natuurlijk al. En geef een like. En dan zien jullie snel weer. Doei doei!